Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik ben onderweg naar een afspraak bij Skylounge. En Lars brengt mij even. En dan daarna heb ik vandaag opnames, omdat ik mee ga doen aan Beter Dan Je Moeder van Keizer. Dus ik ben benieuwd. Ik heb wel het idee dat ik de kans maak om te winnen. Dus we zullen het zien. En ik heb een trui aan van Zara. En ook een broek van Zara. En mijn Balenciaga's. En deze verloren tas die echt... Ja, ik heb geen idee wanneer de laatste keer is dat ik deze heb gebruikt. Ik denk dat het... zeker 1,5 jaar geleden is. Maar ik ben echt blij dat ik weer mijn spullen hervind. Ik heb de laatste tijd bijna om de 2 dagen een tas gebruikt die ik al had, maar die ik niet meer vaak gebruik. Dus dat wil ik erin houden. Ik ben net klaar met mijn meeting en nu gaan Lars en ik even naar de bijenkorf. Maar dit is een van de betere ideeën die Lars sinds tijden heeft gehad. Het was zijn voorstel. Dat had ik normaal gesproken nooit doen. Je sleutel? Dus, let's go. Wij zijn weer thuis. En ik heb een nieuw dekbed over teruggekocht van Crisp Sheet. En die zijn echt top. Dus ik kan niet wachten totdat die er mee zit. En ik heb een nieuw shirt gekocht. Namelijk deze. En hier ben ik heel blij mee. En ik heb een leuke ketting gekocht. Namelijk deze. En hier ben ik ook heel blij mee. Dus ik ga hem even omkleden. En dan opnames voor Beter Dan Je Moeder. We zijn onderweg. Ik heb even een broodkroket, die had ik zoveel zin in. Ik doe vandaag mee aan Beter Dan Je Moeder van Keizer. En wat gaan we vandaag, of wat hebben we vandaag gemaakt? Vandaag maken we red velvet, man. Tenminste, ik maak red velvet. Jij maakt red velvet koekjes. Wat Monica maakt, dat weet ik niet. Een zwarte red velvet koekjes. Ga ze die grote homp taart. En ik maak een ontzettend goede, in elkaar geflanste red velvet taart. Met echt de lekkerste frosting die je ooit in je leven hebt gekocht. Toen is die lava velvet taart doen. Nee, want die is mislukt, dus die doet er niet meer toe. Maar besef even, als je dit losmaakt, hè. Jij hebt oprecht een koekje over. Kijk maar. Het gaat om het eindresultaat. Dit is zo dun. Ja, maar het gaat toch op elkaar? Het is wel dun. Dus dan maak je van dit, maak je dit. Dat is wel dun. Ik kan hem niet buiten gaan zeggen. Dat is wel dun. Nee, maar red velvet taart is toch ongeveer... Wil je een koekje eten? Red velvet taart is altijd echt zo'n massive taart. Ja, ik vind dat het zo wel goed is. Ja, we zouden eigenlijk een green room hier moeten hebben. Dan moet je daar gewoon lekker voor gaan. Ik heb sowieso niet wat jij hebt. Ik ga dit echt gewoon ook gezegd gewoon tegen de jury. Gewoon van ja, luisteren. Zij heeft gewoon één veel te dikke stuk heeft gehad. Ze heeft de andere gewoon weggegooid, wat sowieso ook zonde is. Oh, ga je daarop spelen op de zonde? Ik moet winnen. Nou, dan heb ik ook nog wel wat dingen over jou te vertellen aan de jury. Hey, ik kan niet tegen je ingaan. Als je wat dingen te vertellen hebt, dan moet je dat doen. Uiteindelijk moet er iemand winnen. Ik had veel verwacht dat je hier een beetje Koeberg in had gedaan voor het rode effect. Ik zag toevallig op een filmpje dat ze zoiets gooiden ergens in amaretto of zo. Toen dacht je, fuck, had ik er ook maar drank in gedaan. Ja, ik kan er niet in, mijn bier gaat er niet in, dus... Weet je dat je voor sommige dingen wel bier kunt gebruiken om het koken? Klopt, voor bijvoorbeeld... Mosselen, kan je bier koken. In een pan. Het kan volgens mij ook wel met deeg en zo hoor, dat het dan meer opstijft. Ja, ik drink het gewoon eigenlijk. Oh echt? Ik drink vooral bier. Ik ben echt zo'n genie. Dit is mijn taart. En er zitten in het midden ook nog framboosjes. Zo lekker. Hoop ik. Oh, dit was ook mijn idee. Van die crunchies erop. Maar ik dacht, ik laat dat zitten. Omdat het waarschijnlijk niet echt veel aan de smaak gaat verbeteren. Nee, sowieso niet. Oh, je gaat aan de zijkant proppen. Nee, je maakt het zo... Je verpest het echt. Dit is zonde wat je doet. Waarom? Je had het lekker boven zo moeten sprinkelen. Nee.
Nou, succes. Ik ben even bij Noor en we hebben Olly net op bed gelegd. Dus dat is jammer, want ik heb liever dat zij voor altijd wakker is. Ja, schat? Ja, wat zo riep je mij? Oh ja, waar is Sander? Sander is eten met Lars. Eten? Ja, volgens mij wel. Hij zei, ik ga denk ik even een hapje eten met Lars. Nee, echt? Ja. Oh, ja. Deze week. We hebben zoveel eten. Ik hoop ook dat ze niet terugkomen, want... Sander en Lars zijn even buiten. Buitenspelen. Buitenspelen. Harmo en ik willen eigenlijk niet meer wachten, stiekem. Wij willen altijd eten, gewoon zelf op eten. Ja, maar ik denk, Sander zei letterlijk tegen mij, ik ga denk even met Lars iets eten. Maar heb je dat niet, ik denk niet... Ik heb het absoluut niet verkeerd En anders mag je de schuld aan mij geven. Dan ga ik wel een nieuwe halen. Well, I don't, but... Ja, not really. Is echt van iemand? Nee. Nee, Sandrino is echt met Lars eten. En wij dan? Het is echt de boys night out. Ja, girls night out. Oké, nou dan ga ik boord pakken. Girls night in. Oh. Ik ben gisteren helemaal vergeten de vlog af te sluiten. We gingen eten bij Sander en Norm. Toen hebben we heel lang bij de open haard gezeten en gechilled. Toen gingen we naar huis en eigenlijk meteen slapen omdat Lars nog weer richting Groningen moest. Is mijn haar nou weer zo rood of? Dus dat was eigenlijk de dag. Dus bij deze afsluiting van de vlog, bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Eten, abonneren op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je morgen. Hey. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag. Ik eet even een ontbijtkoekje op. En dan ga ik de deur uit, want ik ga Lester ophalen. Want we gaan vandaag een cadeautje kopen voor zijn lieve vriendinnetje, Christy. En hij vroeg of ik mee wilde voor advies. En ik heb er heel veel zin in. Want ik vind het leuk om spullen te kopen. En ook als het voor iemand anders is. Dus laten we gaan. Ik ben even lekker met Lessie in Georgette en we gaan even pratsen. Philly cheesesteak hier, pizza caprese en friet. Ik ben nu dus in de Japanse supermarkt en ik heb een onigiri gevonden die ik altijd at in Japan. Echt, ik ben zo blij. Oh, ik heb even boodschap gedaan. En dit is trouwens Christy's tas, oh my god. Ik ga hem eventjes in de woonkamer zetten, want... Ja, dat is eigenlijk echt een kut grapje. Maar Lester gaat doen alsof hij het niet heeft gekocht. En dan dat ze hem niet meer hadden. En dat ik hem nu, dat ik dan straks aankom. En dat ik dan zeg, hey, cadeautje. Oké, heel leuk. Ik ga even de boodschappen inruimen. En ik heb, ik ben buiten adem joh. Ik heb een nieuwe ring gekocht. Die ga ik even laten zien. Ik ben er heel blij mee. Oké, de camera staat een beetje scheef. Ik ga met jullie unboxen. Zit in dit schattige doosje. Hou er zo van als dingen mooi worden ingepakt. Heerlijk. Ik weet alleen wel dat ik het vroeger altijd met verjaardagen super awkward vond als iets moeilijks had ingepakt. Want dan vond ik het alleen maar heel erg vervelend om het uit te pakken en dat je dan geen houding wist te geven. Maar goed, dit is het doosje. En daar zit dan deze klapjes weer. En dit is de ring. Gelijk even. I love it. Dit is hem. Ik ben er heel blij mee. Ik moet echt mijn nagels laten doen. Yay. Ik ga heel even editen. En ik ga ook even Jane Virgin verder kijken. En Danny komt vanavond eten. Dus dat is gezellig. Ik ben met mijn zus. En wij hebben eten besteld. En dit is zo lekker. Dit is echt de allerlekkerste friet en de allerlekkerste knoflooksaus. Dit is echt geweldig. Goeie, hè? Wat zie ik eruit? Nick is weg. Dus ik ga eventjes mijn make-up eraf halen. Tenminste, wel wat er nog over is. En dan ga ik lekker slapen. Oh, ik zie er echt verschrikkelijk uit. Ik moet morgen samen met Noor een nieuwe winkel openen, dus dat is wel leuk. Daar heb ik wel zin in. En s'avonds zijn de Excite Awards. En ik mag 1 award uitreiken. Dus heb ik ook zin in. Ik heb al mijn nagellak eraf getrokken. Mijn gel-lak. Dus ik moet ook even mijn nagels opnieuw lakken. Wil ik enigszins goed voor de dag komen. Oké, ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik je heel graag morgen weer.
Doei. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag. En ik heb zo een opening van een winkel samen met Noor. Dus dat is gezellig. Ik ga even snel ontbijten en dan ga ik er vandoor. En s'avonds zijn de Excite Awards en ik mag een Excite Award uitreiken. Dus dat is ook heel leuk. En mijn ontbijt bestaat uit twee boterhammen, een beetje pesto, mayo, kipfilet en tomaatjes. Even heel snel eten en dan moet ik er vandoor. Gadverdamme, daar is op mijn raam gekakt. Och, redelijk goor. Nu wordt het nog ergens dan met de regen. Oh, het blijft best wel zitten. Nee, het beweegt een beetje. Wat is dit voor kak, joh? Dit komt echt niet uit een normale vogel. Het lijkt wel gras, alsof er zo een koe op heeft gescheten. Oh, dit is zo vies. Het loopt nu zo een beetje naar beneden. Ik word zo misselijk hiervan. Dit is echt perfect. Het regent gewoon zo fucking hard. Dat alles stront zich vanzelf oplost. Jeetje. Wij zijn bij de opening van Saks OFF 5TH. En Nora is er. En Sandrino is er ook. Maar die is tissues aan het zoeken voor zijn vriendinnetje. Zullen we even zonder brillen kijken? Ik ben dus helemaal gek van deze zaak. Ik wil hier echt alles kopen. Maar we moeten hier vandaag dus gewoon werken. Ik ben gek van het licht. En we moeten straks een presentatietekstje doen. Wishy fancy. Serieus. Dit is echt een hele coole bril. Kijk dan. Dit is zo'n bril die Lars zou dragen 3 jaar geleden. Sander ook? Oh. Kan je dit opzetten? Dit vind ik echt een heel mooi ding. Nou, dat ging easy. Ja, nou, dat ging lekker toch? Een heerlijke dag. We zijn gek op linten knippen. Interieurafdeling. Dan vind je Monica en Noor voor een leuke foto. Mag ik? Wij zijn net klaar bij de opening van Saks OFF 5TH. En het was heel erg leuk. En Bibi is er ook naartoe gekomen. Dus dat was een day of fun. Ja, yeah, we're gonna have a sister's day. En we gaan nu even lekker lunchen. En Sander komt ook, maar die heeft Bibi de fiets gepakt. Dat is zo lief. Ja, kijk, en dit is echt waar. Dat is zo lief. Dat Bibi met ons mag meerijden en dat dan Sander gaat fietsen. Is je fiets roze? Oh, jammer. Oké, dus wij gaan er weer vandoor. It's a fun day, I think. Yes. Let's have fun. Ik heb echt zin om lekker te eten. Ik ook, lekker broodjes stokken. Die friet daar is ook zo lekker. Welke? De friet is zo lekker. Ik zit te eten hier. Oh, die friet, die ziet er zo godvergeten goed uit. Ja, lekker. Het gaat echt in mijn gezicht duwen. Jammer dat je hem moet laten afkoelen. Ja. Anders is het niet zeg maar as perfect. Ja. Kan ik deze meenemen? Ja, absoluut. Dankjewel. De laatste keer dat ik had gefilmd was volgens mij dat we bij het Amstel zaten. Met Sander, Noor en Bibi. En toen op een gegeven moment toen was ik aan het bespreken dat ik vanavond naar de Excite Awards ging. En toen dacht ik misschien is het leuk om Bibi mee te nemen. Dus ik wacht nu tot Bibi naar buiten komt. En dan gaan we samen naar de Excite Awards. En ik heb er heel veel zin in. Ik heb net eindelijk mijn haar gewassen sinds jaren. En het is dus nog een beetje nat, dus dat is echt heel kut. En ik heb het geprobeerd te krullen, maar die poging is ook ontzettend mislukt. Dus ik moet echt alle soort van, ja, fotomomenten die er zouden kunnen zijn, moet ik echt gaan skippen, want ik zie er echt niet uit. Hi sister! Hi! Oh my god, you look great! Are you excited? Ik hou van onze binnenkomsten. Me too. Get in there, Luther. We're gonna party. La here. Ja, yeah, je ziet er echt leuk uit. Lieve mensen, dan Monica Gemmelsen! Excite Awards 2017, genomineerd voor Best Dutch, Lille Kleine. Martin Harris. Zoals ik al zei, het zijn allemaal warmte winnaars. Maar het Excite Award voor de Best Dutch Act gaat naar. Ja! Ronnie Flex!
camera bij. Ze staat hier een beetje als vriendin en zichzelf op verloren. Oh, echt? En niet jou. Ja, ik ben hier vandaag met Rapper Shirt van Excited Wars. Ze is helemaal booming. En Monica Gunners hier. Bibi is er ook. En ik is meteen een beginliedje, je weet het. Ja. En ja, een kleine act. Je weet, 200 kilometer gereden en alles. Ja. Bijna 1 miljoen abonnees. Jij staat op 100.000, dus yeah! Yeah! Oké, wie ben ik? Komen net van de Excite Award. En ik mocht de Excite Award uitreiken voor Best Dutch aan Ronnie. Dus ik was super blij. Dat was voor mij toch wel de leukste winnaar om uit te mogen reiken. Dus ik ben blij dat ik dat heb gedaan. En nu ga ik weer teruglopen naar de auto. Want we staan echt 100 jaar verderop geparkeerd. En dan Bibi thuis afzetten. Because Bibi needs to go to school tomorrow. So yeah, let's hit it. Ik heb Bibi afgezet bij Sander en Noor. En toen hebben we... Oeh, kut zo. Dit gebeurt nou altijd. Haat het. Ze hebben nog even een theetje gedronken. En nu ben ik onderweg naar huis. Ik ben echt kapot. Dus ik duik gelijk mijn bed in. Ik voel me echt een beetje ziekig of zo. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik je graag morgen weer.